Ik wil hierbij even een verklaring afleggen. We hebben besloten om Michael Rasmussen terug te trekken uit de wedstrijd. Omdat hij de interne code heeft geschonden. Interne afspraken heeft geschonden. Meer bepaald om de plaats waar hij zich bevond. Dat die zijde zich bevond. En waar hij dus op dat moment niet aanwezig was. En dat heeft hij aan mij toegegeven. Daar is in het begin van de tour veel over te doen geweest tot nu toe. En ja, we hebben informatie gekregen dus dat hij niet was op de plaats waar hij zei dat hij was. En daarom heb ik hem eruit genomen. Daarbij wil ik het laten. Michael geeft aan dat hij op bepaalde plaatsen traint en daar is hij dan niet. En ja. Vandaag weer informatie dat het weer was voorgekomen. En ik heb die verantwoordelijkheid genomen om uit de koers te halen. Maar wat betekent dat voor de rest van de ploeg, Theo? Gaan jullie naar huis allemaal? Nou ja, daar zijn we niet nog over bezig. Ik denk dat het... Zinnig. Het is wel zinnig, zeker omdat het wel te doen is. Het is even een klapje. Maar overweeg je om de hele ploeg Dat is aan de jongens zelf. Dat ga je nu overleggen? Ja. Oké. Daar zijn we.